Wat vonden jullie, dat wordt Gladon niet gemist? Nee. Na afloop van de laatste wedstrijd? Nee. Dat is een hele nuttige speler. Wat ik altijd zeg, 15 doelpunten, 20 in de eerste divisie. En in de Eredivisie. Het is een beetje de Louis van Schijndel, de Peter van Velzen. Noem ze maar allemaal op. Maar zoals hij laatst speelde, is hij zeer bruikbaar. Goed, hij is er niet. Dat zo werkt dan op eenmaal. De jongen kan op zijn 31ste nog een mooie transfer maken. In een heel ver land. Dat moet hij natuurlijk altijd doen. En zo zit Buis er ook in. Die snapt dat. Kijk, en Nosten kun je dan neerzetten. Ze zullen waarschijnlijk nog een nieuwe spits gaan halen. We hebben nog een weekje. Ja, ik denk als... En de geblesseerde Kai Sierhuis. Sierhuis en ja. Dijks is dan niet helemaal wedstrijdfit. Maar die Sierhuis die kan ook wel voetballen. Dus, ja, ik denk als Fortuna... een paar goede aankopen nog deze week zou kunnen doen. Ja. Ik weet niet wat de portemonnee toelaat. Hoe heet die klein op het middenveld? Die Halilovic. Wat mij opvalt dat hij na een kwartier altijd zijn wit t-shirt uit zijn broek heeft hangen, ten over zijn kont. Ik zou of dat is een ander programma. Doen of een... jij bent van dat soort details. Wij werken met zenuwen. Ja. Loopt de wedstrijd, loopt hij met een heel lang wit t-shirt over zijn kont. Ja. Maar goed, dat even maar Fortuna, als ze twee gerichte aankopen, kunnen ze echt aan het linkerrijtje... Ja. Maar ik vind wel mooi wat die trainer zegt. Je hebt 5 punten, je kan halleluja stemming hebben, maar... Vorig jaar de eerste 5, 0 punten, ja. Geloof ik, hè? Ziet er maar nog gewoon, iets beter uit. Neus op de feiten, doorgaan, verbeteren blijven. Dan, ja, dat moet altijd, dat klopt, maar... Ja, Danny straalt dat ook uit, dat hij het meent. Hè. Er zijn ook trainers die zeggen dat om het zeggen, maar...